Rudisa Motors heeft 77 voertuigen geschonken aan het ministerie van Justitie en Politie. Minister Stuart Getrouw nam in dat kader vandaag symbolisch een autosleutel in ontvangst. De bewindsman zei dat met deze geste het veiligheidsgevoel van de gemeenschap verbeterd zal worden. Getrouw benadrukte dat de voertuigen adequaat zullen worden ingezet bij de criminaliteitsbestrijding. Sowieso doelmatig worden ingezet. Die voertuigen zullen worden ingezet voor een stukje criminaliteitsbestrijding. Dan hebben we het niet alleen over de zware criminaliteit, maar ook over de verkeerscriminaliteit. En het belangrijke daarvan, hoe moeten we dan dit soort vormen van criminaliteit voorkomen? Die voertuigen zijn er niet, nu, dus die surveillance zal plaatsvinden. Dat was justitieminister Stuart Getrouw. Hij nam vandaag symbolisch een sleutel in ontvangst voor 77 voertuigen die door Rudisa Motors zijn geschonken aan het ministerie van Justitie en Politie.